onmisbaar op Hummers Oord is natuurlijk de medische post. Graag. En naast mij staat adjudant Jan Entjes. Ja, correct. En wij willen wel eens weten, hoeveel mensen zijn hier zo gestationeerd? Nou, we hebben nu in het kampement Hummers Oord liggen hier nu ongeveer 6000 mensen. Die hier slapen en uiteindelijk lopen. En een gedeelte daarvan ondersteunt zeg maar, de vierdaagse met eten en ook met geneeskundige zorg. En voor de geneeskundige zorg werken we samen met een aantal internationale collega's in deze immense tent. Ik ben zelf vanuit Ermelo, van een geneeskundig bataljon. En we hebben een Duitse zustereenheid, die hebben ook mensen bij de Nederlanders neergezet die ons ondersteunen. En verder, zoals u kunt zien, misschien wel een aantal andere landen vlaggetjes. En zij hebben ook hun eigen geneeskundige verzorging bij zich. En met z'n allen zitten we in deze grote tent geneeskundige zorg te leveren aan de lopers en aan de mensen die faciliteren. En dat bestaat uit doktoren, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, waar moet ik aan denken? Nou, je raadt het bijna helemaal. We hebben een aantal artsen bij ons, de Nederlanders. En de internationale collega's hebben ook een eigen dokter bij zich. Zelf hebben wij een aantal verpleegkundigen bij ons. En dan moet je gauw praten over man, vrouw of 35, 40. De Duitsers hebben uiteindelijk, alle landen hebben hun eigen verpleegkundige bij zich. Dan hebben we zelf op dit moment 3 artsen bij ons, waarvan 1 sportarts. We hebben SEH-verpleegkundige, IC-verpleegkundige, we hebben 1 sportmasseur en we hebben 1 fysiotherapeut in huis. Dus uiteindelijk zou dit genoeg zorg moeten zijn. Daarbij hebben we 3 ziekenauto's bij ons, die dan ook voor de mensen, als er wat bij de poort gebeurt of op het kampement zelf gebeurt, dan worden we opgeroepen bij de ingang en dan sturen we gelijk die auto er naartoe. Wat zijn nou de meest voorkomende behandelingen? Moeten we dan aan de blaren denken? Of? De meest voorkomende zijn echt wel blaren. En we zien ze in alle maten en kleuren, bij wijze van spreken. Een leuk item is de blaar van de dag. Hè? Op de Facebookpagina van Kamp Hummers Oord wordt elke dag de blaar van de dag. Zijn soms hele knotsen, of niet? Dat zijn wel hele grote blaren. En die prijs wil je niet winnen, denk ik, als je loper bent. Maar desalniettemin doen we ons best natuurlijk ook om die loper weer op straat te krijgen. Want dan vraag ik me af, hè, wanneer wordt er nou gezegd van, is het echt niet meer verantwoord om verder te lopen? Nou, dat of moeten ze dat zelf bepalen? Een gedeelte moeten ze zelf betalen, maar ook sommige collega's die op spreekuur bij de arts komen, die met bepaalde klachten aan de knieën of aan de voeten zijn dusdanig kapot, dan praten we toch echt wel op de mensen in, ook de dokter, en die zegt, misschien is het eigenlijk wel beter dat je stopt. Je moet daarna ook nog verder, hè? En daarna, de rest van je leven gaat ook door, hè? En we merken ook dat als er onderweg wat gebeurt, dat gisteren hadden we bijvoorbeeld echt best wel veel mensen die door de warmte, het was erg warm gisteren, dat een aantal mensen bevangen waren door de hitte. En een paar bij de Nederlanders en een aantal bij de Engelsen. Die hangen dan toch even aan het infuus, zeg maar. Blijkt dat het uiteindelijk toch ernstiger is als ze bij ons op de SEH liggen, spoedeisende hulp, of bij de Engelsen op de spoedeisende hulp. Dan zorgt onze superzuster ervoor, dat is een beetje de liaison, dat noemen we met een mooi woord senior nursing officer. Die draagt er zorg voor dat dan de patiënt uiteindelijk door de civiele ambulance naar het Radboud of naar het Canisius in Nijmegen gaat. Daar zit ook aan beide ziekenhuizen een militaire liaison figuur collega. Dus die lijn is heel kort, dan belt de snow en dan komt de ambu civiel en die haalt dan de patiënt op en brengt hem gelijk naar het civiele ziekenhuis. Zijn er al ernstige dingen voorgevallen deze reis? Er zijn wel al een aantal mensen geweest in het ziekenhuis. Maar wat precies de ernst daarvan is, dat is niet leuk om te vertellen. Maar uiteindelijk, het was genoeg om even toch naar de specialist te gaan. Nou, jullie doen goed werk. Het is inderdaad een enorme tent. Dus er is veel hulp nodig. Ja, en we hadden gisteren best wel wat mensen, zeg maar. Eergisteren hadden we 370 man alleen bij de Nederlanders. Of 368 of zo. En nu, u ziet het vanzelf, hè. Daar komt genoeg in en uit nu. Ja. Dus we hoeven ons niet te vervelen. Nou, wens jullie veel succes nog deze week. Hartstikke bedankt en een fijne dag nog. Dank je.